Zo, nou, goedemorgen. Koningsdag. Ik wil hem. Ja, we gaan lekker even naar het centrum toe. Even lekker lopen, want dat is goed voor de conditie ook natuurlijk. En natuurlijk lekker over de Vrijmarkt heen lopen. Dus ja, ik was nog een beetje bezig met mijn video bewerken, zeg maar. Tenminste, ik heb net twee oude lullen had ik opgenomen. Tenminste, ik heb hem opgenomen. Ik had hem even geëdit natuurlijk. Je moet hem even in elkaar zetten natuurlijk daardoor. Daarna. Dus ik ga hem even nu. Yes. Uploaden voor de win. En natuurlijk even de Black Ops 3 trailer eventjes gemaakt. Tenminste, de Black Ops 3 trailer gemaakt. Ik heb hem even gedownload en ik heb even kiatjes gemaakt. Want ja, ik kon helaas niet de trailer gebruiken. Ik kreeg meteen een blokkade erop. Dus ik ga eerst even testen. Kijk wat er gebeurt als ik upload. Verborgen. Maar dit is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dus ja, daar ben ik ook lekker even mee bezig. Maar we gaan lekker even naar het centrum toe. Even goed voor de conditie natuurlijk, want ik heb nou bijna geen last meer van mijn voet. Dus ik kan lekker rustig lopen. En toch lekker over die Vrijmarkt heen denderen. Ja, toch is ook goed voor de conditie. Want ja, ik heb nog niet gewogen en ik ben benieuwd of ik langzamerhand wat afval. Gisteren, redelijk gezond gegeten denk ik wel in ieder geval. Ik eet ook wel ietsjes minder, moet ik wel eerlijk zeggen. Kijk, ze zeggen van ja, het is niet goed als je minder gaat eten. Hè? Maar ja, kijk, weet je... Hoe dan ook, ik eet schijnbaar dus iets ook te veel. Dus ik dacht bij mezelf, ja, dan ga ik ook gewoon iets minder eten. Dat helpt ook weer, hè? Een beetje iets minder eten, minder vet, minder meer lopen. Dat moet positief zijn in ieder geval. Dus ik ga lekker vandoor. En kijken we of ik nog wat beelden maak voor jullie. Ja, het is een beetje een rommelige week geweest, want ik had eigenlijk meer gehoopt om wat meer te gaan doen. Een beetje gaan sporten en zo, fietsen en zo. Het was niet echt heerlijk weer. Het is nou toevallig vandaag lekker weer, maar het was niet zo heel best. Ik heb alleen wel natuurlijk, dat heb je gezien waarschijnlijk, lekker met Koningsdag heb ik lekker een beetje rondgelopen, een paar uur lang. Dus dat is ook eigenlijk ook een beetje goed voor de conditie natuurlijk. Dus het is in ieder geval beter dan in ieder geval elke keer in mijn kamer te zitten natuurlijk. Dus ja, het is niet zo heel veel gebeurd, maar ja... Weet je, ik doe mijn best. In ieder geval een beetje met eten. Een beetje gezonder eten, minder vette eten. Het is wel lastig af en toe, want je bent natuurlijk wel afhankelijk natuurlijk van wat mijn ouders, wat de pot schaft, zeg maar. Die gaan niet even apart ook nog voor mij even eten maken. Maar ze proberen ook een beetje mee te doen, zeg maar. Ja, gewoon dat het ook wat gezonder is. Dus dat scheelt in ieder geval wel mee weer natuurlijk. Ja, ik ga eventjes kijken wat ik ga wegen. Wat ik weeg, ik ben benieuwd. Dat is eigenlijk wel een kut moment als je gaat wegen natuurlijk, want ja, ik hoop niet dat ik hetzelfde gewicht heb. We gaan er gewoon even naartoe. Ja, daar sta ik weer in de badkamer. Oh, dat is niet zo heel handig hè, zie je? Dat is niet zo heel handig, maar hij is nog steeds weg, maar ja, we zijn er weer mee bezig dus. Ik ga even kijken wat ik ga wegen, ik moet even aanzetten geloof ik. Ja, dat moet wel gedaan worden. En dan gaan we erop hè. We wogen vorige keer 95,4 hè, met kleding aan. Nou... Wat is de schade? Oh my god. 93,7. Als ik het goed heb. Ik ga nog een keer aanzetten. Nog een keer proberen. Dan gaan we nog een keer. Voor de zekerheid. Altijd eventjes twee keer controleren. Dan reed hij af. Nou, 93,7 ja. 93,7. Holy shit. Holy shit, dat is 1,7 kilo afgevallen. Oh my god, daar ben ik wel blij mee. In ieder geval, het begin is er in ieder geval, maar iedereen had al een beetje een paar comments achtergelaten. Inderdaad, 78 kilo, dat is voor mij wel een aardig gewicht en zo. Ik kijk altijd op, hoe heet het, van die websites en zo, dan kun je je BMI uitrekenen. Ik ben namelijk 1,70 meter voor de mensen het willen weten, dus ik ben niet zo heel groot natuurlijk. En eigenlijk moet je dan 72 kilo wegen, volgens de lijst. Maar ja, ik vind
62 kilo. Ik ben niet zo'n slanke boy, zeg maar. Dat past ook, vind ik zelf niet bij me. Als ik heel eerlijk ben. Ik vind gewoon, je moet gewoon lekker een beetje gewoon normaal zijn, zeg maar. Dus 78 kilo, daar ga ik voor. Dus nog 15 te gaan. Hè? Nou, moet lukken met jullie hulp.